Een bijzondere verrassing voor de jonge patiëntjes van het Sint Anna ziekenhuis in Geldrop. PSV-spelers Jeroen Zoet, Memphis Depay, Jorginho Wijnaldum en PSV-FCE-dames Jesslyn Kuipers en Nadia Kolen kwamen vandaag op ziekenbezoek. Elk jaar rond de feestdagen gaat de PSV-selectie op bezoek bij zieke kinderen in de regio. In de speelkamer van de kinderafdeling daagden de kinderen de PSV'ers uit met onder andere een potje ballontennis, mega vier op een rij en natuurlijk tafelvoetbal. Ja, leuk natuurlijk. Als je ziet hoe blij je de kinderen kan maken, dan is het wel leuk. Ja. Eigen doelpunt zag ik. Ja. Ik ben niet zo handig hiermee. En natuurlijk kwamen ze ook dit jaar niet met lege handen. PSV-mascotte Foxy had zelfs een heel speciaal cadeautje voor een van de fans. Een t-shirt met de handtekeningen van alle spelers. Wow. Wie is jouw favoriete speler? Ook allemaal. Ze zijn allemaal even goed. Ja. Ik zou Memphis zeggen, want die staat naast je. Ja. Als je nou Memphis een vraag kon stellen, wat zou je hem dan vragen? Een handtekening. Het is hartstikke leuk met die kinderen. Spelletjes, lekker spelletjes te spelen. Ja, ik weet hoe het is in het ziekenhuis. Het is gewoon leuk, lekker plezier maken en lekker lachen met die kids. Voor de dames van PSV FCE was het de eerste keer dat ze meegingen op ziekenbezoek. Het is gewoon mooi om te zien dat je die kinderen gewoon blij kan maken. Dus ik vind het gewoon heel mooi. Heb je zelf vaak in het ziekenhuis gelegen? Alleen met blessure zou ik wel een aantal keer in het ziekenhuis gelegen, maar voor de rest gelukkig niet. Kom je vaak hier in het ziekenhuis? Eén keer in de week. En nou hoorde ik net van Nadia dat je vooral positief moet blijven denken als je in het ziekenhuis vaak naar het ziekenhuis moet. Lukt het een beetje? Ja, bij mij lukt het heel goed. Voor de gelegenheid had de selectie zich vandaag opgedeeld. Zo gingen collega PSV'ers Schaars, Bakali, Brenet en Tamata op bezoek bij de kinderen in het Catharina ziekenhuis.